terug naar het noorden bij Groningen op de Noordzeeweg. Surveillante Johan en Tjerk rijden achter de bestuurder van een Kia die een telefoon in haar handen heeft. Dat is met de rechterhand het sms. En dat is zo mogelijk nog gevaarlijker dan telefoneren, want je hebt je blik natuurlijk niet op de weg. Geen richting wijzen, maar dat kan ook niet. Als je sms, dan kun je niet alles tegelijk doen. Eens kijken of we in die auto kunnen kijken. Ik denk dat de gordel niet gedragen wordt, of wel? Of geen gordel? Of geen gordel? Even aanspreken. Dat kan ook wel voor zo, hè? Ja. De bestuurder krijgt een volgteken en Tjerk spreekt haar aan. Goedemiddag. Jezus. De reden dat ik u laat stoppen in eerste instantie is het sms'en tijdens het rijden. Op de Noordzeeweg kwam u ons voorbij. En dan was u aan het sms'en. Nee, ik was niet aan het sms'en. U had een telefoon in uw hand. Dat kan wel, ik zet hem op de Bluetooth. Goed. Dan komen we naast u te rijden en heb je de gordel niet op. Dat klopt. Mag ik van u het rijkenteken bewijzen? Zien. Ik ben bang dat het thuis ligt, maar ik woon hier 50 meter verder. De rijbewijs ligt thuis? Het kentekenwijs sowieso. Ja. Het rijbewijs is gestolen. Ja. Heb ik aangifte van de rijbewijs niet Oké. Even wat betreft uw telefoon. Ja. Wat was u ermee aan het doen, zei u? Ik zit voor de Bluetooth. U hield de telefoon wel vast in uw hand? Ja, dat klopt. Ja, anders kan ik hem niet op de Bluetooth zetten. En waarom droeg u de autogordel niet? Lak scheidt gewoon. Geen reden voor. Oké. Voor de gordel en het in uw hand hebben van de telefoon krijgt u de bekeuring. Papier laten we achterwege. Mobiel de telefoon vasthouden €150 en de gordel 90. Echt belachelijk, echt waar. Ik zet hem op de Bluetooth. Als ik ernaast leed, heeft u gezien dat ik hem echt niet langer dan 3 seconden in mijn handen heb. U hield de telefoon vast tijdens het rijden? Ja. Die zijn voor u? Ja, ik vind het... Nou, het heeft wel bezwaar. Ik vind het echt... Nou ja, dat mag. Kijk, u hield de telefoon vast in uw hand. En wat u daarmee doet, dat kunnen wij niet controleren. Nee, als u nou aan het sms'en bent of dat u hem op de Bluetooth zet, kan ik niet controleren. U ziet dat hij op de Bluetooth staat. U kunt in mijn inbox gaan kijken of ik ermee op zit te sms'en of wat dan ook. Ja, maar dat doet er niet toe. U heeft de telefoon in uw hand. Ja, ik vind dat het mag u niet. Bureaucratisch. Maar ik wil voor de boete of voor die gordel prima. Ja. Ik reis met een gordel, maar een telefoon vasthouden, op de Bluetooth zetten en dan mij aan de kant zetten voor €90 of ik echt niet kunnen. Je mag nu bellen, dat weet ja. Je. Daarom is er een bankje ingebouwd. Als ik dan op de Bluetooth zit, ik laat het u zien en ik vind het gewoon niet zo sympathiek dat u dan een boete uitschrijft. Waarom wilt u dan een telefoon zetten als u die boete al wilt uitschrijven? Omdat ik graag wil weten welke telefoon u in uw hand had. Maar waarom? Omdat ik dat dan vragen? Ja, dan moeten wij op procesverbaal zitten. Wat voor om... Om zeker te weten dat u inderdaad een telefoon in uw hand hebt gehad. Dus als ik u eens doos met visitekaartjes had gegeven, had ik geen boete gehad of zo? Of was ik hem net op de achterbank had gesmeten? Nee. Dan had u niet meegewerkt aan het onderzoek. En had u daar een bekeuring voor gekregen. Ja, nou kijk, u bent nou spijkers op laag water aan het zoeken volgens mij. Nee, helemaal niet. Ik leg u uit waarom die bekeuring is. Dat zeg ik ook. Ik snap en als u nou gewoon die Bluetooth op uw telefoon zet voor u in de auto stapt, Dan is er niks aan de hand. Nee, kijk, u doet het zelf en dan geeft mij nu de schuld. Nee, dat zeg ik niet. Maar als je 2 telefoons hebt, Zakelijk en privé, dan moet je overschakelen op een Bluetooth. En dat moet er dus gebeuren. Ik heb geprobeerd uit te leggen. Ja. En als ik snap het wel. Hè? Ik snap het wel. Het is een boel geld, dat snap ik. Dat geld kan me echt gestolen worden, maakt me echt niet uit. Maar ik vind het niet sympathiek. En dat die telefoon of niet mogen bellen in de auto, daar mag je mij op straffen. Ja. Maar het overzetten van een Bluetooth van de ene telefoon op de andere telefoon en daar dan €150 voor neerlegt, terwijl ik dat nog laat zien ook, dat vind ik gewoon... Of ik snap het niet, of u snapt het niet. Maar één van ons twee snapt het even niet. Ik ben het met u eens, want ik mag die telefoon niet vasthouden. Ja, nou. Dat zegt u toch zelf? Ja. Ja, kijk, er zijn 10 redenen om het feit waarom u een telefoon vasthoudt. Ja. En dat kan zijn sms'en, dat kan zijn een nummer kiezen, Dat kan zijn een telefoon omschakelen. Maar het feit is dat u met iets anders bezig bent als met 100% met het autorijden bezig zijn. Ja. Goed. Nou, en dat is waar het om gaat. Ja, nou ik. Goed. Het heeft niet zo heel veel zin. U heeft het maar uitgeschreven, dus het heeft ook niet zoveel zin. Alleen ik heb daar wat moeite mee. Ja, duidelijk. Ja, we zijn klaar, geloof ik, hè? Ja. Oké. Je kunt hoog of laag springen. Het is wettelijk verboden om een telefoon in je hand te hebben. Ook als je de Bluetooth inschakelt. Hetzelfde geldt voor het rijden zonder gordel. De boetes bedragen opgeteld €240.